Het radiojournaal met Bart van Goor. In Feyenaard is een man van 63 aangehouden die 3 mensen met een honkbalknuppel bewerkte. 3 slachtoffers, 2 vrouwen en een man zijn met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hij zit inmiddels in een cel en tegen hem is aangifte gedaan vanwege zware mishandeling. In Venlo is een man aangehouden die een agent heeft mishandeld, waardoor deze zwaar gewond is geraakt. De politieman is met zwaar letsel opgenomen in een ziekenhuis in Venlo. Zijn toestand is kritiek. Politiebonden hebben het startsein gegeven voor acties om de vastgelopen cao-onderhandelingen vlot te trekken. Voorzitter Gerrit van den Kamp van politievakbond ACP roept de voorstellen van de minister af.